De komst van een ultra-orthodox salafistisch instituut naar Rotterdam gaat definitief niet door. Het zal geen verrassing zijn dat we daar als Leefbaar Rotterdam heel blij mee zijn. We hebben in de afgelopen maanden achter de schermen keihard gewerkt om de komst te voorkomen. We hebben schriftelijke vragen gesteld, gesprekken gevoerd, gelobbyd, alles gedaan, alles uit de kast getrokken om dit te voorkomen. Wij gaan als Rotterdam geen platform bieden aan organisaties die radicalisering in de hand werken. We bieden geen podium aan organisaties die alle Joden varkens noemen en alle homo's de doodstraf gunnen. Het komt er niet. We zijn ervoor gaan staan. Dat mocht u van ons als Leefbaar Rotterdam verwachten.